Goeiedag. Dat was een koude ochtend. En dat betekende dat er op veel plaatsen in het land gekrapt moest worden. Het ijs moest van de ramen, zoals hier in Hilversum. Verder een mooie dag met flinke zonnige perioden. deze foto doet toch echt wel lente aan met die tulpen die al ruim boven het maaiveld staan. Vanmiddag waren er flinke zonnige perioden en wat stapelwolletjes. En morgen ziet het eruit dat het net zo een dag gaat worden met flink wat zon en rustig weer. Er ligt een lage drukgebied ten zuiden van Groot-Brittannië boven de oceaan ten westen van Frankrijk en dat zorgt voor een zuidelijke stroming en ook morgen hebben we daarmee te maken. Betekent wel veel hoge bewolking, maar de actieve storingen die blijven vooralsnog ten westen van ons. Morgen in de avond en nacht misschien wel hier en daar een buitje, maar verder is het droog. Ja, en ook zijn de temperaturen Temperaturen best aangenaam. Op donderdag gaat er wel wat gebeuren. Dan gaat deze storing passeren. Die trekt dan over ons land. En dat betekent dat het eventjes allemaal een stukje wisselvalliger gaat worden. Nou vanmiddag, de rest van de middag, vanavond rustig weer. En vannacht, ja, dan daalt de temperatuur naar zo'n 1 tot 4 graden. Veel wolken staan erin getekend, maar dat is vooral hoge sluierbewolking. De meeste opklaringen in het noordoosten. En daar kan de temperatuur dan ook het verst dalen. Ik kan me ook voorstellen dat hier morgenochtend in dit gebied gewoon weer gekrapt moet worden aan de autoruiten. Er staat vannacht een matige wind uit oostelijke richtingen. Oost, zuidoosten. En ook morgen overdag is dat zo. En er wordt dan een dag met flinke zonnige perioden. In de loop van van de dag vanuit het zuidwesten wel wat meer bewolking. Temperatuur zo rond de 13 graden in het noorden van het land. In de rest van het land kan het 14 tot 16 graden gaan worden. En ook in Zeeland houden we het op 13 graden met een matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Overigens ziet u wat gespetter hier in Zeeland. Nou, dat is dan waarschijnlijk pas in de avond het geval dat daar wat lichte regen kan vallen. In de nacht naar woensdag kan het op meer plaatsen hier en daar een beetje regenen. Gaan we even verder vooruit kijken, dan zien we vooral dat die donderdag even een mindere dag is met meer regen en 12 graden. Daarna weer kans op een enkel buitje richting het weekende, het paasweekende. Wordt toch wel heel veel onzeker hoor, in de weersverwachting. We hebben hier staan 18 graden, 16 graden op eerste paasdag. Maar als we de pluim erbij pakken, dan kunnen we ook zien dat dat helemaal nog niet zeker is. En dat heeft alles te maken met die spreiding in de pluim. Kijk je maar eens, dit is het paasweekende. Als we dan naar zondag kijken, de eerste paasdag. Dan zien we een variatie van mogelijkheden tussen de 12 graden en zelfs, nou, dit gaat richting de 23 graden. Nou, wat het gaat worden, dat is echt gewoon nog eventjes afwachten. Daarvoor is die weersverwachting te onzeker. In ieder geval morgen nog een prima dag. Fijne dag.